Ah, bah. Oh, arası. Zonde zeg. Het is wat. Mensen die kunnen allemaal evacueren daar. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Nou is die bovenste naar brand ook. Ik zou dat helemaal erg vinden, want mijn huis die staat vol met historische buizenradio's en tv's uit de jaren 40, 50. Nee, daar niet. Maar als dat bij mij gebeurt, ik zou dat helemaal erg vinden. Die ene huis staat aan die kant staat nu ook van binnen in brand. Kijk maar, bij die raam open. Ja. Kijk maar, bij de tweede verdieping aan de laatste kant, die begint nu ook in brand te gaan. Ja. Fuck aan. Oh, die onderste was in brand gegaan. Die tweede gaat in brand, die bovenste gaat in brand. Maar die huis naast diegene die brandt, die begint ook in brand te gaan. Zie je het? Ik hoop het ook niet, maat. Ik hoop het echt niet. Maar dit wordt sowieso een goede viewtje voor mijn YouTube die gepeet wordt. Precies, het daar binnen. Zijn daar binnen. Zijn daar binnen.
naar binnen. Ze gaan kijken of er nog mensen in het. Gaan ze allemaal evacueren. Gaan ze kijken wat er allemaal is. Jammer. Zie je? Zeg je iets beter? Ik wil nog meer zien. Hij komt niet meer. Ja, wij zagen het ook. Maar voortaan lopen we niet alleen heen. Bel je eerst bij ons aan. Wat is er nou toch zonde? Nou, straks wordt het de huur van de huizen van Woonbron weer duurder. Hé, fucker broer. Zijn ze binnen? Waar? Ik zie niks, man. De tweede verdieping is die bij die raam. Hij is binnen. Oh ja, 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 ik zie het, ik zie het. Ja, ja, ik zie het. Jammer dat Spider-Man niet is. Zo, en hoewel, ouwe. Nou, ik weet niet wat het was. Waterman. Niet aan deze. Water Pokémon, die komt helpen. Water Pokémon. Blastoise. Moet je een Squirtle pakken? Nee hoor, yeah. Blastoise. Ja. Yeah. Ik ben benieuwd of die container er gaat staan, wat erin gegooid wordt. Misschien ligt er wat leuks voor me in dan. Daar ben ik weer, hè? Nee, nee. Die doen alles, hè? Daar zitten er ook nog mensen uit. Die zitten gewoon rustig binnen. TV kijken, gebeurt helemaal niks. We weten niks. Die zitten daar binnen, ik hoor ze. Hoor je ze? Ze zitten gewoon daar rustig binnen. Iemand denkt gewoon, je kan daar makkelijk fikken, je zeker daar. Of kan zit ook iemand tegen? Oh nee, als ik dat nog op die rug is het echt niet logisch. Kijk, de rook gaat wordt dit. Ja. Maar die ene huis die naast die brand, zeg maar die eerste verdieping. Die gaat ook in brand. Zeg maar die boven die rij huizen boven die tuintje daar, die huisje. Die alle rechtse, die staat begin ook te roken. Zie, kijk eens hier, lampje. Ja. Er komen nog meer aan. Ja. Tuurlijk. Kijk, die recht gaat ook in brand, hè? Ja, ja daar hadden we het over. En rechtsboven. Alles is allemaal fake. En hoe moet die mensen, waar moeten die mensen naartoe gaan? Als hun kleren allemaal zijn verbrand. Ambulanceauto. Zie je? Water. Kijk, ze zien het. Ja. Ja. Het is echt zo omgooid. Weet toch politie? Als ze die deur komt naar zijn eigen hoek. Ja, weet je zo. Mensen gaan mijn ding terugbetalen. Ik zeg wel eerlijk, ik heb in mijn huis toch kolen voor oude radio's staan. Heel veel van die dingen van zeg maar van de oma's tijd, van haar jeugd, zeg maar. Kijk, daarboven. Ja. Rustig. Als die huis van mij dan in brand gaat en al die oude radio's van mij gaan kapot en mijn PlayStation, ik word ook boos. Het eerste ding wat ik wel doe is al mijn papieren pakken, dat is belangrijk. Ja, want daar nee hoor. Tuurlijk. Als je een boete hebt, hoef jij niet te betalen. Maat, de politie zijn flikker, die laten jou nog een boete betalen. Geloof me nou maar. Ik woon ook pas 3 jaar op mezelf. Hier in die flat hier zo. Als mijn huis in brand zou, ik ga sowieso als een van die hier rennen. Ja, ik ook. Ik wist hem maar als die... Katten, mijn twee katten. Ik ga beter iedereen. Maar die kat zijn zeker altijd weg, zeker buiten. Nee, mijn kat zit altijd binnen. Wat zou je doen? Kijk, brandweerman Sam lopen! Kom, wat,
Wat zou je doen? Van uit het raam springen? Om jezelf te redden? Maar. Of voor je huis redden en alles gaan lopen blussen? Brandweer loopt daar ook boven. Ja, als boven zo, ja. Maar als het echt te erg is, neem ik als ik uit het raam moet. Maar als het me overkomt, ik pak al mijn oude radio's, mijn papieren en mijn twee katten en ik zet alles buiten neer. Pak al mijn oude radio's, dan jij geen tijd voor wat. Nee, dat